Breda Nu. Je weet het meteen. Stichting Tientjes, de Tientjesacademie en een vrije uitloop organiseren een gratis toegankelijke lentefair in het Rondeel aan de Kloosterlaan 14 te Breda. De gehele dag door is er een infomarkt. Kraampjes met leuke spullen en ook zijn er tweedehands cd's, dvd's, boeken en kleding te koop. Deze fair die wordt georganiseerd door Stichting Tientjes, de Tientjesacademie en de Vrije Uitloop. De Stichting Tientjes is de oudste van de drie. Die is in 2010 opgericht door ons toen we in de bijstand en de voedselbank zaten. Waarin we mensen uitdaagden om van de bank af te komen en werk te maken van passie. Daarin ontdekten we dat mensen dat best weten, maar bang zijn. Toen hebben we de academie opgericht waar we mensen trainen in communicatieve vaardigheden. Zodat je durft te gaan staan en te zeggen van weet je, dit ben ik. Nou, daar staan er hier twee, drie die zeggen van kijk, dit ben ik. En de Vrije Uitloop is nog weer daarna gekomen. En dat is een coöperatie waarin mensen met een bijstandsuitkering een deel van hun uitkering zelf kunnen verdienen door te ondernemen naar vermogen. En die drie werken samen en doen mooie dingen in Breda. En het doel van deze lentefair? Ja, daar zal ik iets over vertellen. Het doel is om Stichting Tientjes, de Tientjesacademie en de Vrije Uitloop om mensen vanuit die organisaties zichzelf te laten promoten. En om onze de activiteiten die wij doen aan heel Breda kenbaar te maken. En we verkopen verschillende spulletjes vandaag en er zijn diverse workshops. Dus het wordt een hele leuke dag vandaag. We hebben een lentefair. Hebben jullie ook een winterfair? Nee, maar dat is misschien wel een goed idee. Ja. Zeker. Ik hoorde over de ondernemers. En ik hoorde ook over scharrelondernemers. Wat zijn scharrelondernemers? Ja, scharrelondernemers zijn mensen met een voorlopig nog bijstandsuitkering die een deel van hun uitkering zelf mogen verdienen door te ondernemen naar vermogen. En dan zijn er een aantal van hier die zichzelf promoten. We hebben ook mensen die vanuit de opleiding opstaan en vol hun eigen bedrijf gaan runnen. En daar hebben we er ook een paar hiervan en daar is Laura er eentje van. Dus Laura is een ondernemer. En wat voor ondernemer? Ervaringsdeskundige coach voor mensen met een eetstoornis. En dat betekent dat ik zelf een eetstoornis heb gehad en die heb overwonnen en daarmee zeg maar nu mensen help. Vanuit mijn eigen praktijk aan huis help ik mensen begeleid ik mensen om een eetstoornis zelf te overwinnen. Ik heb ook begrepen dat deze fair dat is eigenlijk om Tientjes dus te promoten. Ja, klopt. Tientjes en de Tientjesacademie en de Vrije Uitloop. En we hebben buiten ook een open huiskamer, omdat we ook een project hebben samen actief met Tientjes tegen eenzaamheid. En daar proberen we op die manier taboe te doorbreken. Breda Nu. Je weet het meteen.